Marieke van Driel is voorzitter van de patiëntenvereniging voor mensen met een cerebrale parese. Dit is een hersenbeschadiging die maakt dat bewegen een uitdaging is. Het gaat gepaard met een pittige revalidatietraject dat plaatsvindt in de Sint Maartenskliniek. Marieke vindt het belangrijk dat meer mensen met een zichtbare beperking in de media verschijnen. De NPO zond daarom afgelopen weekend een documentaire uit over het leven van Marieke en haar revalidatie in de Sint Maartenskliniek. Marieke onderging een operatie voor een nieuwe knie en moest daardoor een zwaar revalidatietraject afleggen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. In de kliniek vertelt ze over het leven met CP, wat het revalidatietraject ook lastiger maakte. Voor mij is dat wel een leven met uitdagingen. Je moet je voorstellen dat niks vanzelf gaat. Ik heb op regulier onderwijs gezeten. En ik heb dus altijd met mensen zonder beperking geleefd. En daardoor was ik wel altijd anders. Maar het heeft me ook wel uitgedaagd om mezelf te verbeteren, om grenzen te verleggen. Dus je leert wel om te gaan met dingen die niet altijd vanzelf gaan. Met de documentaire hoopt Marieke dat er meer aandacht komt voor haar aandoening. Het doel van de documentaire is eigenlijk tweeledig. Ik wil graag mensen vertellen hoe ik met uitdagingen in het leven omgaan. Aan de andere kant vind ik het belangrijk om meer te vertellen over mijn aandoening, cerebrale parese. Dat is een aandoening die best wel veel voorkomt, maar wat weinig mensen kennen. Dus daarom heb ik meegewerkt aan de documentaire. Ze is dan ook erg trots op de documentaire, mede door een goede samenwerking met de maker. Ik ben er onwijs trots op. Ik ga een hele goede klik met de documentaire maken. En dat is denk ik het begin van een goede documentaire. Hij heeft mij 1,5 jaar gevolgd. En ook op hele kwetsbare momenten was hij bij mij. En dat kun je alleen maar delen als je heel veel vertrouwen hebt. Dus dat is zeg maar de sleutel tot een goede documentaire, denk ik. De documentaire Levensatletiek is terug te kijken via de NPO Start en 2doc.nl.